De Bowers Wilkins 802 D3 kreeg van de ISA dit jaar de Award voor High-End Speaker van het jaar. Nu, luidsprekers en zeker high-end luidsprekers, het is soms een beetje een esoterische materie. Waarom kreeg deze luidspreker juist de Award? Ja, zoals je weet kan er binnen ISA best achter de schermen veel gediscussieerd worden over welk product nu een Award krijgt. Maar bij de 800-reeks van Bowers Wilkins was er eigenlijk nauwelijks discussie. Omdat Vrijwel iedereen in het HiFi-expertsgroep van ISA onmiddellijk inzag dat dit echt toch wel de beste high-end speaker was van het afgelopen jaar. Eigenlijk, en dat is heel mooi, hebben ze met die nieuwe 800-reeks, de D3, uh, zijn ze gaan voor een totale vernieuwing. Een enorme innovatie op, op heel veel verschillende vlakken. En dat resulteerde in een speaker die merkbaar beter klinkt dan zijn voorganger en dan een, de meeste concurrenten. En dat was de reden waarom ja, eigenlijk vrijwel iedereen onmiddellijk akkoord was om de 802D3 een S-award te geven. Je hebt de luidspreker ook uitgebreid kunnen testen. Ik kan mij inbeelden dat je er heel veel soundtracks op losgelaten hebt, van klassiek tot jazz uiteraard. Maar wat vond je zelf nu? Wat waren je indrukken van de prestaties? Het is eigenlijk heel grappig dat je zegt, Erik, want ja, uiteraard levert er het beeld een high-end speaker vooral gebruikt wordt voor klassieke muziek en voor jazz. En uh, ja, daar is hem uiteraard heel goed in. Maar het mooie aan wat Boers en Wilkins hier gepresteerd heeft, is een, ja, een weergever uh, te creëren die eigenlijk alles aan kan. En nu, wat zeggen zij? En uh, dat zie je ook als je achter de schermen kijkt bij hen, dat, dit, uh, dat deze speaker eigenlijk tot voor enkele jaren onmogelijk was geweest, dankzij, ja, uiteindelijk. Heel veel engineering kunnen werken met uh, ja, zeer krachtige computers. Hebben ze hier heel veel materialen kunnen simuleren en heel veel zaken kunnen onderzoeken die voorheen ja, echt wel moeilijk in kaart te brengen waren. Ja. En het resultaat is een speaker die ja, er uh, helemaal anders uitziet dan zijn voorganger. Hij lijkt bijna uh, omgedraaid. Wel wat vertrouwde elementen. Uh, en die uh, eigenlijk toch wel zeer indrukwekkende dingen doet. En door die speciale Twitter-behuizing. Gaan de geluidsgolf die naar achter gaan, gaan die uittoven. En gaan die dus niet meer meespelen en voor vervorming zorgen. Het is maar een indicatie van hoe het doorgedreven ja, door research hier een, een heel mooi design is neergezet. Dus je krijgt een speaker die zichzelf enorm wegcijfert. Wat heel belangrijk is, want je kunt muziek horen, niet een speaker. Ja. En De ingenieurs van Boer en Wilkins hebben hier echt wel een, een heel grote stap gezet. Ja, het lijkt erop dat de 802D3 werkelijk de luidspreker is die iedereen zou willen, maar wat is nu de defining feature van een luidspreker die, zoals je zelf zei, werkelijk alles lijkt te kunnen? Uh, het klopt, het high-end speakers ja, dat zijn natuurlijk geen alledaagse producten. High-end speakers hebben ook altijd karakter. Hè? Dus die zijn heel extreem, net zoals sportwagens. Een um, Ferrari rijdt anders dan een Lamborghini. En je hebt uh, mensen die houden van één en het ander. Het zijn in beide gevallen echt wel premium uh, wagens. Nu, die 800 reeks, uh, die mikt echt op muziekliefhebbers. En, en dat is het toch wel. Je hebt speakers die mieken op audiofielen. Maar er is een speaker dat heel coherent is en ongelooflijk veel detail weergeeft. En dat is natuurlijk, als je dan naar klassiek luistert of naar jazz, ja. Ja, dan hoor je dat echt allemaal de plaatsing van de instrumenten is echt wel heel goed. En je zit niet te denken, het geluid komt vandaar en vandaar. Het ziet waar het moet zitten. En uh, dat is toch wel de defining feature.